kijk het beertje. Wipperloentje heeft geen sok en geen schoentje en geen dasje en geen bootje en geen broekje en geen jakje en geen pakje met een zakje en geen hemdje en geen bolletje en geen eens een parasolletje en geen bolletje voor in bed. Maar Pippeloentje heeft het pet. Kijk het beertje, Pippeloentje gaat niet wandelen in plantsoentje en niet steppen op een stepje en niet mikkeren en niet tollen en niet hard door straat op hollen en niet slaven en niet rekenen en geen berenpoppetjes tekenen en niet roetsen van de trap. Maar Pippeloentje eet zijn pap. Geef het beertje maar een zoentje. Wel te rusten, Pippeloentje. En we gaan naar drie oude ondertjes. Drie oude ondertjes wilden gaan varen. Over de Zimzam, over de Zaan. Eigenlijk wilden ze dat al sinds jaren. Maar om het feit dat ze ondertjes waren, hadden ze het nog nooit gedaan. Hadden ze het nog nooit gedaan. Want daar hing een bordje op alle bottertjes. Verboden toegang voor oude ottertjes. Daar hing een bordje op alle bottertjes. Verboden toegang voor oude ottertjes. De tante en oom in Laren. Een tante en een oom, die zitten in een eikenboom. Een eikenboom in Laren. Ze hebben zelf van eikenhout daar in de boom een huis gebouwd. Ze wonen er al jaren. Dat gaat goed! Daar slapen ze en eten dan. Het is erg gezellig daar niet van. Zo vrij aan alle kanten. Ze hebben geen buren met radio, maar tante vindt het maar zo zo. Het is zo hoog, zegt tante. Zij is nooit echt op haar gemak. De kinderwagen hangt aan een tak. En dat is wel bezwaarlijk. Ze zegt ook telkens tegen oom, dan liever in een lagere boom. Hier is me te gevaarlijk. Hier is het me gevaarlijk. We hebben in de zaal een speciale gast, dat is Merel. Merel is hier met haar zusje. Zusje Merel? Zus. Zus Merel, Merel en? Vader Merel. En wat dan? Dat is papa. Dat is papa. Wat dacht je dat je naar mezelf wees? Nee, dat is vader Merel. En Merel, jij hebt elke avond ga je naar bed met mama. Althans, mama brengt je dan op bed. En dan zing je altijd een speciaal liedje, hè? Van Annie M. G. Smit, hè? Ja. Zou je dat één keer willen zingen voor ons allemaal? Ja.